Stemmen voor de Staten. Houd rechts dan, minder files. VND gaat in het onderwijs. Geuzepenning voor Amnesty. Goedenavond. Naar schatting 7 miljoen Nederlanders gaan morgen naar de stembus om nieuwe provinciale staten te kiezen voor 12 provincies. Behalve de staten wordt voor het eerst in de geschiedenis ook indirect de hele Eerste Kamer nieuw gekozen. Gerard van der Wulp over de verkiezingen van morgen. Het was een matte verkiezingscampagne en de landelijke verschuivingen worden morgen volgens de opiniepeilers vrij minimaal. Alleen in al die provinciale staten zelf. Daar komen wel forse verschuivingen. Want bij de vorige statenverkiezingen werd de VVD groter dan ooit en zakte de PvdA in elkaar tot een dramatisch dieptepunt. Een dag dus van een duidelijke nederlaag van links. En overwinning van CDA en VVD vooral. Dat is een ernstige zaak. We hebben meer stemmen gekregen dan ooit in onze geschiedenis. Al dus een toen nog triomferende VVD. Maar morgen wordt het, verwacht men, net andersom. Waarom gaat het precies bij die komende statenverkiezingen? Het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag. Hier en in 11 andere provinciehuizen vergaderen de volksvertegenwoordigers die morgen worden gekozen. Met een mooie oude naam heten ze Provinciale Staten. Zij kiezen de mensen die de provincie dagelijks besturen, de gedeputeerden. Onder leiding van de commissaris van de Koningin. De provincies gaan over zaken als streekplannen. Hoeveel woningen mogen er waar komen? Welke bedrijven kunnen zich vestigen en welke milieueisen moeten er gesteld worden? Landelijke politici reisden de afgelopen dagen en weken stad en land af om hun provinciale collega's te ondersteunen. Ruding en de Graaf van het CDA met ballonnen en muziek. Voorhoeven en de Korte van de VVD met bloemen en ook een fanfare. En ook al muzikale begeleiding bij Wim Kok van de Partij van de Arbeid. En premier Lubbers, even door de griep geveld, deed gisteren ook weer mee. Niet in het geding bij deze statenverkiezing is de Tweede Kamer, aan deze kant van het Binnenhof. Maar wel de Eerste Kamer, aan de overzijde van dit bekendste plein van Nederland. Want voor het eerst in de parlementaire geschiedenis van Nederland worden alle leden van de Eerste Kamer in één keer gekozen. Tot voor kort was dat anders. Tot voor kort werd de helft van de leden van de Eerste Kamer om de zoveel jaar vervangen. Maar nu dus in één keer, na een grondwetswijziging. En daardoor zijn deze statenverkiezingen veel belangrijker voor het kabinet dan vroeger. Lubbers kabinet heeft in de Tweede en in de Eerste Kamer een meerderheid van CDA en VVD. Maar het kan die meerderheid in de Eerste Kamer morgen in één keer verspelen. En daardoor kunnen belangrijke wetsontwerpen sneuvelen. Ja, en als het zover komt, dan wordt het kabinet dus volstrekt vleugellam. En dan zal het vast niet al te lang stand kunnen houden. En het is ook die dreiging die verklaart waarom de landelijke politici hun provinciale lijsttrekkers in die afgelopen campagne voortdurend voor de voeten liepen. Zo verlegde VVD-fractievoorzitter Voorhoeven gisteren en passant even de koers van zijn partij. De VVD moet volgens hem opschuiven naar het politieke centrum. Tot woede van D66-voorman Van Mierlo. Die noemde de uitspraken van Voorhoeven vandaag buitengewoon halfslachtig en misleidend. CDA-premier Lubbers kondigde aan dat zijn kabinet toch belastingverlaging wil geven, in ruil voor loonmatiging. En Wim Kok, PvdA, hekelde vooral het kabinetsbeleid dat hij kil en hard noemt. Ja, en in de Provinciale Staten gaat het over hele andere dingen, zoals streekplannen en zo. En hoe de politieke verhoudingen daar gaan worden, weten we morgen, zo rond deze tijd. De Algemene Verkeersdienst van de Rijkspolitie gaat volgende maand op de Nederlandse autowegen streng controleren op het rechtsrijden. Het onnodig linksrijden is niet alleen gevaarlijk, maar werkt ook filevorming in de hand. Nederland heeft al veel 3- en 4-baan snelwegen en volgens de Rijkspolitie gebruiken de automobilisten die wegen niet goed. Ze houden zich niet aan de verkeersregels. Rechtshouden is een van de grondbeginselen in het verkeer en daar ontbreekt het aan. Heeft men eenmaal een rijbaan gevonden, dan blijft men volgens de politie kilometers lang op die baan doorrijden, terwijl er heel vaak ruimte is om naar rechts te gaan.
Het zoveel mogelijk rechtsrijden voorkomt filevorming, zegt de verkeerspolitie. En omdat er steeds vaker files zijn, gaat de politie tot actie over. Rechtsrijden zal het motto zijn. Waarom gaat de Rijkspolitie deze actie voeren? Omdat in Nederland op de linkerrijstrook van de autosnelwegen de meeste ongevallen gebeuren. 66% van de ongevallen gebeurt op de linkerrijstrook. Meestal gebeurt dat in de spits. En dat heeft een vertraging voor het achteropkomende verkeer van ten minste 30 à 35 minuten. Het niet rechtsrijden is een strenge overtreding. Daar staat 80 gulden boete op. Gaat u in april streng of soepel optreden? Wij gaan in april streng optreden. Het hangt af van de afstand waarover de mensen onvoldoende rechtsrijden. Minister Smit van Verkeer en Waterstaat wil de maximumsnelheid op snelwegen buiten de Randstad verhogen naar 120 km per uur. In de Randstad blijft op gevaarlijke stukken 100 het maximum. Tegelijk met de invoering moet er meer controle komen op de naleving ervan. Verder moet de politie beter gaan letten op het dragen van de autogordel en op het alcoholgebruik. In de nota verkeersveiligheid staat verder dat er overwogen wordt om een voorlopig rijbewijs voor jongeren in te voeren. Na de gezondheidszorg gaat het warenhuisconcern Vendex, eigenaar van onder andere Vroom en Dreesman, zich ook storten op het onderwijs. Er moeten Vendex-scholen in het hele land komen. De onderneming van professor Anton Dreesman maakt haast. Al in de tweede helft van dit jaar moeten de eerste dag- en avondscholen van Vendex beginnen. Het concern heeft een speciale onderwijsdivisie opgericht. Daarin is al voorzien in een nauwe samenwerking met het Amerikaanse telecommunicatiebedrijf ITT in de Verenigde Staten al lang actief op onderwijsterrein. Vooral waar het gaat om herscholing en bijscholing van werkzoekenden. Juist ook de doelgroep van de Vendex-scholen. Vendex vervult daarmee de pas uitgesproken wens van de regering Lubbers om werklozen via zogeheten tweede kansonderwijs weer op weg te helpen naar de arbeidsmarkt. Helemaal een vreemde in het onderwijs is Vendex trouwens niet. NTI, het Nederlands Taleninstituut, is van Vendex. Het verzorgt schriftelijke cursussen voor duizenden mensen in ons land. En verder is Vendex actief met Intercollege, met vestigingen in Den Haag en Eindhoven. 500 mensen volgen daar dagonderwijs om hosters te worden of functionaris in het zakenleven. En daar komen nu tal van opleidingen bij. Vendex spreekt over een gat in de markt. Al jaren klaagt het bedrijfsleven dat schoolopleidingen onvoldoende zijn afgestemd op de arbeidsmarkt. En daar gaan wij nu wat aan doen, zegt Vendex. De modernste computer- en audiovisuele technieken moeten daarbij helpen. Vendex heeft zijn licht opgestoken in West-Duitsland bij soortgelijke onderwijsinstellingen. Om snel te beginnen wil Vendex enkele al bestaande particuliere opleidingen overnemen. Hoeveel en welke, dat zal binnenkort bekend worden. De Tweede Kamer doet te weinig met de klachten van burgers die de Nationale Ombudsman signaleert in zijn jaarverslag. Dat zegt ombudsman Rang in zijn laatste jaarverslag. Hij was de afgelopen 5 jaar de eerste Nationale Ombudsman. Op 1 april vertrekt hij, om gezondheidsredenen. 1982. Op een persconferentie in Den Haag wordt hij voorgesteld. De man die de leider wordt van het eerste onafhankelijke Nederlandse klachtenbureau, de Nationale Ombudsman Rang. Klachten over Haagse ministeries, de Rijksoverheid en haar ambtenaren vinden bij hem vanaf dan een willig oor. En ook bij belastingzaken werd hij vaak door ontevreden burgers met enig succes ingeschakeld de afgelopen jaren. En voor onjuist optreden van de politie kunnen de burgers vanaf 1982 bij hem terecht. De afgelopen 5 jaar kwamen zo ongeveer 15.000 klachten bij hem op het bureau. Slechts in 1 geval leidde een klacht van de ombudsman tot directe actie van het parlement. Dat was toen hij vorig jaar de brandveiligheid van een gevangenis aan de kaak stelde. Vandaag bood Rang zijn laatste jaarverslag aan Kamervoorzitter Dolman aan. En daarin kritiek. De Kamer geeft niet thuis als het om steeds terugkerende klachten van burgers gaat, zegt Rang. Dan heb ik het over klachten die regelmatig terugkomen. Bijvoorbeeld over het feit dat de overheid de ontvangst van brieven niet bevestigt. Te laat beslissingen neemt, beslissingen onvoldoende motiveert. Niet aangeeft dat er een rechtsgang openstaat naar een rechter. Dat zijn klachten die komen steeds terug. Ik onderzoek die klachten, ik spreek daarover een oordeel uit en zend vervolgens mijn rapporten aan de Kamer. En dan vind ik dat klagers, omdat de ombudsman een signaalfunctie heeft, mogen verwachten van de Kamer dat de Kamer daar dan ook aandacht aan schenkt. En vervolgens doet de Kamer dat niet. Waarom niet?
Ja, ik denk dat de Kamer nog wat moet wennen aan het feit dat er een ombudsman is die op deze manier werkt. Ik heb getracht de Kamer tegemoet te komen door in mijn jaarverslagen daar al een analyse van op te nemen van probleemvelden. In de hoop dat de Kamer daar dan op zou inspelen. En naar mijn mening is dat de laatste jaren onvoldoende gebeurd. De Kamer reageert gelaten op de kritiek in Rangs laatste verslag. Volgens Partij van de Arbeid Kamerlid Stoffelen hebben veel van zijn klachten allang de aandacht van de Kamer. Rang zelf...